En Suriname en China hebben een conceptuitleveringsverdrag samengesteld. De Surinaamse delegatie stond onder leiding van procureur-generaal Roy Bajnat Pandey. Het verdrag handelt over de uitlevering van personen die gezocht worden in zowel Suriname als in China. Er is 2 dagen gewerkt aan dit conceptverdrag. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, als ook delegatieleider van China, Wu Haiweng, zijn de mening toegedaan dat de relatie tussen Suriname en China op justitieel gebied versterkt moet worden. Een van de aandachtsgebieden is het personen- en goederenverkeer tussen beide landen. In het conceptverdrag is ook een passage opgenomen die het mogelijk maakt om reeds gevonniste personen uit te leveren.